Bij het keuzedeel werken met baby's werken studenten via een e-learning. Daar doen ze hun theorie op. Vervolgens komen ze bij mij in de les, kunnen ze vragen stellen. En als ze geen vragen hebben, kunnen ze op eigen tempo doorwerken. Tijdens het keuzedeel ben je vooral bezig met baby's verzorgen. En ook hoe je met ze om moet gaan en hoe je bijvoorbeeld hun gevoelens kunt inspelen. En het is ook heel leuk omdat we alles ook echt mogen uitproberen tijdens de lessen. Elke les pak ik één onderwerp wat zij hebben opgegeven op een briefje. Want ze hebben in het begin hebben ze een lijstje gemaakt met wat ze allemaal leuke onderwerpen vinden. Die leuke onderwerpen pak ik elke week één. Heb ik een PowerPoint van waar ik wat dingen uitleg, een filmpje laat zien en dan gaan we ermee oefenen. Zo hebben we een keertje babyvoeding, fruit- en groentehapjes zelf gemaakt. Ze hadden allemaal van thuis wat groenten meegenomen of wat fruit. En dat hebben we met een staafmixer en met een vork geprakt. En op elkaar ook uitgeprobeerd van wat is nou lekker, wat is niet lekker. En nu waren we bezig met het inbakeren. Het inbakeren van baby's lijkt heel ouderwets, maar dat gebeurt weer meer en meer. Juist bij onrustige kindjes die moeilijk inslapen of zichzelf gauw wakker maken door plotselinge bewegingen van de armen. Ik heb echt heel veel kennis opgedaan en ik voel ook dat ik gewoon meer weet. En dat zorgt er wel voor dat je op je stage ook iets professioneler bent. Wat ik hiermee kan is in mijn beroep is professioneler advies geven en op een professionele manier met de baby's omgaan.